Het gaat over de voorrondes voor Kunstbende Overijssel 2020. Die zijn weer geopend. Dat is de belangrijkste wedstrijd voor jonge creatieve makers om nieuwe skills te leren, podiumervaring op te doen. Nou ja, dat soort dingen. Elk jaar vinden er provinciale voorrondes plaats in 8 categorieën. Tot 12 maart kun je nog inschrijven voor onder andere de categorieën dans, muziek en taal. Vorig jaar won Domien Verbeek uit Enschede in de categorie taal. En hij gaat je vertellen waarom jij absoluut mee moet doen. Domien, als het goed is, heb ik jou aan de lijn dan wel in beeld. Hi. Klopt. Daar zit je. Hoi. Goh, jongen, je hebt een snor gekregen en een baard. Ja, een tijdje geleden weer. Ja, dat is een tijdje geleden. Dat is serieus werk. Waar zit jij? Op een studentenkamertje? Nee, ik zit eigenlijk om de hoek eigenlijk. Hier, oh, je zit gewoon bij je ouders. Want je studeert nu in Utrecht, maar je bent geboren, getogen, opgegroeid hier in Enschede, hè? Exact. Ja, ja. Ik zie al allemaal attributen die een jonge maker en een creatieveling toch vooral moet hebben achter je staan. Ja. Ja. Hey, leuk dat je er bent. Ja. Jij hebt deelgenomen aan Kunstbende vorig jaar en gewonnen in de categorie taal. Maar je had volgens mij een heel multidisciplinair ding ontwikkeld, hè? Help ons nog even herinneren, wat was dat ook alweer? Ja, ik had het eerste jaar dat ik mee had gedaan, deed ik mee in de categorie film. Maar ik was eigenlijk... Ik ben eigenlijk altijd alleen maar bezig geweest met muziek maken. Dus dat film was al iets heel anders voor mij. En toen, het jaar daarna deed ik mee bij taal. En nadat ze me daarvoor hadden gevraagd. Dus toen dacht ik, ja, laat ik dan maar gewoon alles toepassen wat ik wil maken. Dus toen heb ik een filmpje gemaakt met op de achtergrond muziek. En daaroverheen een soort spoken word gedicht. Ja, vorig jaar. Ja. Ik herinner me nog. En misschien meer kijkers, luisteraars. Domien, die voor ons Kunstbende. Hoe belangrijk is dat geweest voor jou? Was dat tof om mee te doen? Of denk je van, ja, dat was erg gaaf. Ja, je leert heel veel mensen kennen vooral daar. Dus dat heeft me veel geholpen. En ik heb op veel plekken mogen optreden daarna. Dat was ook heel fijn. En denk vooral het podium dat het je geeft. Dat is heel fijn als jonge maker, denk ik. Dus ja. Dat is natuurlijk het lastigste als jonge maker om te vinden. Iedereen kan wel iets, maar om het dan uit te voeren ergens, dat is natuurlijk heel lastig om een plek te vinden. Noem eens een voorbeeld, Domien, van zo'n opening die is gecreëerd omdat jij een kunstbende hebt meegedaan. Voorbeeld? Jullie zijn wel een voorbeeld, denk ik. Ik ben hier afgelopen najaar geweest met mijn bandje. Heb ik hier twee nummers mogen spelen. Dat contact was er door Kunstbende. Ik heb mogen optreden op Museumnacht. Allemaal contacten via Kunstbende. En als je eenmaal daar een beetje binnen bent, dan leer je meer mensen kennen en dan is je naam iets bekend. Dus ik denk, dat soort dingen zijn heel fijn als jonge maker. Ja. Hey, en verder, want het is een jaar geleden, hè, dat jij, en het was natuurlijk een beetje coronatijd. Dus ik kan me voorstellen dat het een handicap is geweest voor wat jij doet, deed. Ja. Heb je daar veel last van gehad of viel het wel mee? Ja, ik heb inderdaad niet heel veel optredens gehad, maar wel veel mensen kunnen ontmoeten en veel dingen kunnen doen. Dus die optredens die ik net noemde, die waren heel leuk. En in de tussentijd eigenlijk vooral veel geschreven zelf. En ik ben begonnen met een bandje opzetten, Kiespijn heten. Daar zijn we dus mee bij jullie geweest. En dat was ook heel leuk om te doen. Daar hebben we veel mee geschreven. Dus ik heb me wel genoeg bezig kunnen houden. Ja, nee, tof. En even, want de boel is nu weer open. We hoeven niet meer moeilijk te doen met mondkapjes en QR-codes en dat soort fratsen. De agenda volgeboekt, is dat ongeveer het idee? Of ga je nu vol aan de bak? Ja, we zijn nu bezig om veel optredens te regelen. Toevallig hebben we donderdag ons eerste optreden in lange tijd in het Wilmink Theater. We mogen een half uurtje spelen, dus dat is superleuk. Dus we zijn druk bezig om het vol te krijgen. Ja, en heel even jouw bandje, Kiespijn. Wat moeten we ons erbij voorstellen? Stel dat we... Want we zijn donderdag, Wilmink. Wanneer was het? Donderdag. Ja. Stel dat we naar donderdag aan het Wilmink gaan. Wat gaan we meemaken? Ja, we spelen nu vooral nog covers. Maar we zijn dus bezig met nummers schrijven. En we spelen een beetje funkpop. En schrijven Nederlandstalige liedjes daaroverheen. Dus, gaaf man. En als jij nou jonge makers die misschien aan twijfelen zijn van, goh, kan ik wat met die kunstbende? Doe eens een oproep. Wat is jouw advies aan deze gasten, aan jouw collega's? Ik zou zeggen, gewoon doen. Er is zoveel mogelijk. Hiervoor had ik alleen nog maar muziek gemaakt. Speelde ik alleen nog maar piano. En na Kunstbende maak ik nu filmpjes. Ik maak teksten. Het maakt je zoveel breder. Dus ik zou vooral niet bang zijn je gewoon opgeven. Want er is echt heel veel mogelijk. En ze helpen je met alles. Je komt heel veel mensen tegen.
ja, ik zie geen naleden aan meedoen gewoon. Het is echt geweldig. Meedoen, het kan nog tot 12 maart. Domien Verbeek was dat. Dank je wel. En ja, joh, succes. We gaan van je horen. Dank je wel.